En wij zijn van Talentive Twijnse Gudde, initiatiefnemers van de Trainee Battle. We gaan even naar het videoboodschap. Let's get ready to rumble! Vandaag dit vraagstuk aan jonge talenten voorleggen is om ook tot andere oplossingen te komen dan die we tot nu toe met elkaar gevonden hebben. Beste mensen, de centrale vraag voor vandaag is dus op welke wijze kunnen wij het alcoholgebruik bij jongeren reduceren? En voor de politie, extra interessant, welke maatregelen moeten wij treffen om een bijdrage te leveren aan deze doelstelling? Vandaag. Drankjes zoals Breezer worden echt al gemaakt voor Kiekeboe. Van wie zijn jullie? Van welk bedrijf? ABN AMRO. ABN AMRO, creatieve bank, maar hebben jullie ook creatieve alcoholoplossingen? Absoluut. Hoe kunnen die mensen snel een PowerPoint in elkaar bakken? Daar ben ik al weken mee bezig. Zal ik maar zeggen. Ja. De waterbeheerders, hoe is het gegaan? Ja, het ging best goed. Ben je eruit gegooid? Nee, maar wij hebben een verkeerde PowerPoint-versie. Stom. PGGM zegt? Via sociale media een dialoog van onderaf stimuleren om jongeren onderling bewust te maken over dat excessief drankgebruik niet cool is. Wij zijn van de AFM, dus wij zijn ook toezichthouders, net als de politie. Maar wat willen jongens van 15 of 16 die coma zuipen en eyeballen? Die willen the next big thing. Die willen meisjes en die willen erkenning. Jongeren zijn niet alleen het probleem, ze zijn ook de oplossing. En je moet de jongeren betrekken om de verandering te brengen. Het drankgebruik van jongeren gaan we koppelen aan de bankpas die we al hebben in huis. De EMV-chip. Ah, je gaat er weer aan verdienen, smeerlap. Schrijf je zelf veel? Hoeveel glazen per week? Eerlijk zijn. Er wordt gefilmd, hè? Ja. Ik drink niet. Je moeder kijkt ook. Niet. Meer dan 4 glazen wijn vind ik al wel veel. Ja. Eerlijk zijn, hoeveel drink je per week? Hoeveel drink je per week? Hoeveel eenheden? 8 glazen per dag per week. Goeie avond, 10:15. 10:15. Jij? Ja, ga ik ook wel mee. Wanneer drinkt u zelf? Als ik lekker eet. Een mijntje bij het eten. Ja! Opdrachtgevers van deze dag, dat zijn niet de minsten. Het zijn twee mensen met uniformen waar heel veel goud en dingen op zit. Met andere woorden, dat zijn korpschefs der politie. Om te beginnen is dat, ja, mag ik het zo zeggen, Leon Kuijs en Letty Demmers. En hier plaatsnemen.
Als we nou op de lijst van problemen waar de politie maatschappelijke problemen mee van doen heeft, hoe hoog scoort dan de binge drinkende, coma zuipende, wodka in zijn oog smijtende puber van 16? Als oorzaak derde plaats. Zo, wat zit daarboven? Echte gemene criminaliteit. De holleders van deze wereld. De ondermijning van de samenleving. Precies. Leon, ga maar bekendmaken wie de finalisten worden. Ik geef jou de microfoon. Ja, we doen het even om en om. Ik zal de eerste noemen. Cargill. Degene die mag naar voren mag gaan komen is... SRS Reaal. Ja. Ja, de derde en laatste finalist is Cameo. De eerste pitch. Cargill. Wij zijn Cargill en wij voeden mensen. Als alcohol nu ontdekt zou worden als nieuwe stof, zou die gelijk geclassificeerd worden als een harddruk en bij deze verboden zijn. Op het moment dat je dit soort verboden gaat doen, kom je achter de voordeur van Absoluut mensen. Niet. Wij zullen niet achter de voordeur komen, want dat is privacy. SNS Rea. We worden gedisqualificeerd. We hebben een drankprobleem. Een drankprobleem bij de jongeren. We hebben een slecht imago, dus de Olympische Spelen gaat aan onze neus voorbij. Hoe gaat het dan met indrinken? Hoe gaat het dan met verplaatsing van het probleem? Want ja, we kunnen heel hoop bedenken, maar niet dat ze thuis tegenwoordig een ID moeten laten zien. Derde pitch, Achmea. Want ook al wijzen we hun op de problemen, hè, maar ook al zeggen we van, dat is niet goed voor de gezondheid hoor, alcohol op jonge leeftijd, toch doordrinken. Nou, wat doe jij inderdaad? Daagt wel uit, moet ik zeggen. Een applaus voor Achmea. En de jury. Leon en Letty trekken zich even een paar minuutjes terug. Voor beraad en voor de finale keuze die de commissaris der commissarissen bekend gaat maken straks. We gaan een filmpje instarten van wat we zeggen, een winnende, ingezonde filmpje, toch? Van alle teams, iedereen heeft een filmpje ingezonden, ja? Nou, en het filmpje dat je gaat zien zijn meteen de winnaars en die mogen dan naar voren komen. Jongens, applaus voor Pieter! En dan hadden ze bij het touwtrekken ook al gewonnen, dus het houdt weer niet op vandaag. Ik geef ze aan jullie. Ja. Even de spanning erin houden. We hebben een heus juryrapport opgesteld. Implementeerbaarheid is echt van belang voor ons en we waren op zoek naar out of the box. En als we die criteria naast elkaar leggen, alles gewogen. En ik ga niet zeggen dat we hier allemaal winnaars zijn, want dan zou er geen battle geweest zijn. Er is één winnaar en die winnaar is Achmea. Yeah! Het staat heel dicht tegen elkaar aan, maar de wijze waarop jullie neergezet hebben is meer dan compliment waard. Alsjeblieft. Dankjewel.